Yosemite is al decennia een plaats waar belangrijke mensen nog belangrijkere prestaties neerzetten. Dit is het verhaal van enkele van die VIP's. John Muir. John Muir was een Schotse schrijver en milieuactivist. Hij wordt gezien als de vader van het Yosemite Nationaal Park. Toen hij in de jaren 1860 voor het eerst aankwam in de vallei, was hij zo onder de indruk dat hij er jaren zou blijven. Hij schreef er artikels en boeken over, en op zijn aandringen werd de vallei in 1890 een nationaal park. Hij gaf er zelfs oud-president Theodore Roosevelt een rondleiding. John Muir was ook de eerste echte muurklimmer in Yosemite. Op zijn leren schoenen klom hij als eerste naar de top van Cathedral Peak. In zijn boek The Yosemite schreef hij: "Maar geen tempel gemaakt met handen valt te vergelijken met Yosemite. Elke rots in zijn muren lijkt te gloeien van leven." John Salaté. John Salaté was een Zwitserse smid die de weg naar Yosemite vond mid jaren 40. Daar werd hij beroemd met zijn Lost Arrow pitons. Salaté maakte zijn stevigere pitons uit de assen van een fort. De Lost Arrow pitons waren revolutionair in die tijd en worden tot op de dag van vandaag nog steeds gemaakt. Naast zijn pitons stond John Salaté ook bekend als de eerste man die de Lost Arrow chimney beklom. Dat deed hij samen met ex Nelson. Naar hem vernoemde Royal Robbins enkele jaren later een route, de Salaté Wall. Royal Robbins. Diezelfde Royal Robbins stond centraal in de jaren 50 en 60, ook wel de Golden Age van Yosemite genoemd. Hij was de drijvende kracht in die jaren en tilde het klimmen naar een hoger niveau. Robbins had als klimmer enkele methodes en filosofieën. Zo stelde hij dat naar de top geraken niets is, maar de manier waarop je dat doet, alles. Hij plaatste zo weinig mogelijk pitons om zo in volle overgave en zonder te veel hulpmiddelen te klimmen. Zo deed hij dat toen hij El Capitan beklom. En enkele jaren later, in 1961, bewees hij dat een lange route ook zonder vastgemaakte touw beklommen kon worden, toen hij samen met twee anderen de Salaté Wall beklom. Warren Harding. Zo methodisch en zorgvuldig Royal Robbins te werk ging, zo ruig en roekeloos was Warren Harding. Betso, zoals hij genoemd werd, sleurde kratten wijn naar boven en zijn feestjes met sportwagens en vrouwen waren berucht. In de jaren 60 en 70 ontstond er een grote rivaliteit tussen Betso en Robbins, wat ervoor zorgde dat de lat steeds hoger werd gelegd. Robbins verweet Harding dat hij te veel pitons in de muren boorde, maar daar moest Harding niets van weten. Harding beklom veel routes als eerste en staat ook bekend als uitvinder van de bedtent. Een tent die gebruikt werd om te overnachten op de verticale muren. Daarbij stond bed voor basically absurd technology. Alex Honnold. Tussen de jaren 70 en nu zijn er in Yosemite nog heel wat legendarische klimmers gepasseerd. Sinds enkele jaren heeft ook Alex Honnold er zijn weg naar gevonden. Honnold schreef geschiedenis toen hij in 2018 El Capitan free solo'de. Dat wil zeggen zonder touw of beveiliging, wat maakt dat elke fout een tragisch einde zou betekenen. Naast El Cap heeft Honnold nog tal van andere big walls als eerste gefree solo'd en zette hij een aantal snelheidsrecords neer. Honnold is ook oprichter van de Honnold Foundation, een organisatie die zich focust op het belang van zonnepanelen.